Onze eigen rockbitch Anouk neemt nooit een blad voor de mond. En dus ook niet als ze in de jury zit van The Voice of Holland. Op 9 februari staat kandidaat Nienke klaar om het juryoordeel te ontvangen. Maar Anouk heeft nog wat op haar lever over topfavoriet Kimberly, die eerder die aflevering is weggestuurd. Anouk, kom er maar in. Nou, ik wil toch nog heel even mijn momentje pakken over hoe gechoqueerd ik ben dat Kimberly eruit is. Ik vind het ook heel normaal. Kijk, ik denk, het is heel raar. Sorry hoor, Nienke. Ja, nee, want dat ik snap weet, ik. Het is je moment. Maar ik vind het heel raar dat niemand daarop kan reageren. Omdat, nou, je hebt gezien dat iedereen dacht van, wat de hel? Hoe is dat mogelijk? Ja. Hoe is dat mogelijk dat een van de beste artiesten gewoon eruit gaat? Ik vind het onbegrijpelijk. Ja, Anouk geeft hierna haar mening over het Nederlandse volk. En de vraag is, wat is haar mening? Is dat A, ik respecteer de mening van het volk? Of B, de smaak van het volk is niet mijn smaak? Of C, het is een idioot volk, they don't know? Of D, het Nederlandse volk is fout?